vond het heel eng om niets te hebben. Niets materieels, maar ook niets hebben om mee te kunnen identificeren. En absoluut niet weten wat de dag voor morgen zal brengen. Dat was heel confronterend. Het enige wat ik te besteden had, was heel veel tijd en energie. Dus bedacht ik me, ik kan gewoon mijn eigen woon- en werkplek bouwen. Wat er vanaf dat moment gebeurde, is eigenlijk heel bijzonder en ontroert me nog steeds. Waar alle sollicitaties doodliepen, was er gelijk beweging in dit idee. Ik ben een joert aan het bouwen. Ik heb een bedrag nodig om een goed doek en een aantal andere dingen te kunnen kopen. En ik nodig je uit om met me mee te doen.